Dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 6 van Even Lekker in Bed. En in deze aflevering gaan we weer de Brain Challenge doen, net als vorige keer. En kijken of we onze training of onze stress beter kunnen beheersen en of we wat slimmer worden na het intro. Oké, people, let's go to work. Oké, we doen eerst ons stressspelletje. Dat doen we met de training. Het is volledig clickgame, dus ik heb lekker mijn hand lekker bij. We kunnen ook de hersentraining een keer doen. Ik doe gewoon een keer de hersentraining. En waarop gaan we ons op zicht? Ga ik alleen even trainen. Want het gezicht is best wel eventjes een, pittig iets hoor. Je moet namelijk een zicht krijgen van wat nou het minst is en wat het meeste. Oké, dan gaan we jongens. Oh, holy shit. Ik word afgeleid door die stomme emoticons. Maar dit lukt wel. Die is minst. Dan hebben we denk ik rood, dan blauw en dan geel. Oh, dat was een gokje. Dat was een beetje die zicht die ik creëer. Die, dan hebben we rood, dan die en groen. Ik doe het nog niet zo heel slecht voor mij. Maar laat ik niet te vroeg juichen. Even kijken hoor. De geel, dan krijgen we de blauw. Ik gok de rood en dan de groen. Nou, dat gaat helemaal goed. Die. Oh, dat ging al mis. Haha. ik geel, dan gok ik groen, en dan gok ik groen, en dan ook blauw en rood, ja. Dan eerst beginnen we rood, blauw, geel, groen. Dit gaat redelijk volgens mij. Dit ga, even kijken, blauw, geel, groen. Groen, geel, rood, blauw. Ze worden natuurlijk steeds pittiger, hè? Dat snappen jullie wel. Geel, rood. Ik snap niet wat ik net nou verkeerde eigenlijk met, dat zichtspel. Dit gaat wel lekker redelijk, toch? Ja, ik heb wel goed zicht, merk ik. Oké, dan krijgen we rood. Oh nee, helaas. Blauw. Oh, die was een gokje hoor. Dit is een hele pittige deze. Oh, dan doe ik het allemaal fout. Oké. Geel. Ach ja, maak het uit. Maak het uit, maak het uit. Het is geen stressspel, hè? Nou, mijn score is wel een D. Dat is op zich wel netjes. Ik weet dat je veel beter kan dit dan dit kan. Nou, geloof me al, heb je 100% zegt hij dat nog. Maar ik heb een D'tje gehaald en mijn geheugen is goed getraind, vind ik, zicht. We gaan gewoon weer die dagtest doen. Want die dagtest moeten we omhoog krijgen. Oké, de hersentest gaan we eerst mee beginnen. Een snelle vraag voor we van start gaan. Oké, dokter Piemel, jij mag alles vragen aan mij. Wat is er? Hebben insecten hersens? Ja? Goed. Ik vertel je het antwoord later wel. Oké. Eerste logica. Ben je klaar voor? Nee. Mag ik terug? Nee. Sorry, dokter Piemel. Ik ga gewoon door. Zoek de oplossing. Breken met behulp van de voorbeelden voorgaande regel te achterhalen. En kies met de Nintendo DS stylus het juiste antwoord. We gaan even kijken wat het is. Oh, je moet een volgorde kiezen. Oké, gaan we doen. We beginnen. Ben je er klaar voor? Nee, ik wil terug, dokter Piemel. 2, 1. Gaan we zo beginnen. Vreselijk. Ik moet een kleur vinden. Een code. Een codekleur. Langzaam, ik weet het. Maar ik probeer een code van wat daarbij hoort. En is dat dan groen? Ik gok groen, ik weet niet waarom. 4, dat snapte ik. 8, dat snapte ik ook. En die snapte ik ook wel. En die is dan die. En die zou die dan zijn. Hé, dit gaat wel redelijk voor mij. Dit gaat heel redelijk. Holy crap. Wat een instinker ineens. Wat, dit is raar. Dit is raar. Dat is raar. Ik heb alles mis. Wat, ik snap het niet. Oké, rekenkunde. We gaan verder. Bereken en schrijf met Nintendo de oplossing in het leegveld. Kijk, dit zijn gewoon leuke sommetjes. Dat mocht gewoon goed doen, dit. Let op. 7. Oh, wat een. Dit zijn echt vervelende rotsommen, jongens. Dan moet je 9 plus 5 doen. Dat is 14. 2. Hoeveel op 8 doen om 5 te krijgen? 8 plus 5, 13, denk ik. Ja. 8. 3.
Oh, het gaat lekker, jongens. Ik ben redelijk. Nee, dat is 3. Hij moest nog verbeteren, hè? 4. Oh, keersommetjes. Dat is altijd leuk. Nee, 8. 8. Dat zei ik net al. 6. 5. 3 plus... hoeveel? 4? 4! 4! Geheugen. Nu is het tijd voor de geheugen. Laat die hersenen eens kraken, dokter Piemel. Onthoud de volgende afbeeldingen en geef met de Nintendo aan wat ontbreekt. Oh jee, dan hebben we zoiets van... Oh, er verdwijnt in die koontje. Maar wat zal dit die koontje zijn? Ik ben benieuwd. Deze verdween. Oh, stom. Ik let niet op. Deze verdween. Dit is een pittige. Deze wordt pittig. Als er dadelijk meer komen, word ik gek. Plusje. Oké, die moet ik onthouden. En er is er deze weg. Hartje gaat weg, ja. Zoiets had ik vermoed al. Dat is een instinker. Die gaat weg. 2 pijltjes en een dingetje. Nou, dat dingetje. 2 en 2. Nou, 2. Dat is logisch. Dit zijn nog te simpel, hè. Maar nu krijg je 3 dingen al. Oké. Concentreren. Maandje. Holy fuck. Het gaat goed. Plusje, bolletje en nog wat. Wat is dat nog wat? Die? Nee. Stom. Die? Nog een laatste? Nou, die ging wel lekker, de Hocus Pocus. Iedereen kan toveren. K3. Open je ogen. Gaan we weer. Ik dacht wel, wat zie ik voor slecht. Bedankt voor de tip, dokter Piemel. We gaan het zicht, gaan we de kennismaking. Verbind met behulp van een... Oh, dat is leuk, verbinden. Dan kan je zo'n poppetje maken. Dit heb ik al een keer gespeeld namelijk. Ik weet stiekem al wat het is. Zo. Die naar daar. Die moet zo en die moet zo. Ja, die gaat makkelijk zo. En die gaat zo. Die sluiten we af. Ja. Die sluiten we daar. Zo. Dit gaat redelijk, toch? Oh. Bijna verkeerd, zag je het? Kom op. Het kan sneller, ik weet het. Oh, ik kan vastgedrukt houden, oké. Oh shit. Oh. Nou, dat ging redelijk sterrenbeeld. De laatste is weer de focus. Zet hem op, oké. Tik met de Nintendo DS op de stuiterende bal die het hoogst gaat. Oh, dat is een leuk spel. Oh, verschrikkelijk. Daar hou ik van dit. Oké, welke bal gaat het hoogst? Rood. Oh, die gaat duidelijk het hoogst. Oh, die gaat het hoogst. Die gaat het hoogst. Duidelijk. 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 Oh, shit. Oh, die. 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 Oh, die duidelijk. Die duidelijk. Ja hoor. Oh. Ja, duidelijk. Duidelijk. Ja. Oh, die is pittig. Maar deze was het. Die is het duidelijk. Ja, rood zeker. Ja, die komt zeker rood. Oh ja, oh dat was groen. Ja, groen zeker weten. Groen weer. Rood. Oh, groen wordt hoogst. Oh, die is zeker. Oh, die komt hoogst. Ik denk die. Wow, groen. Ja, blauw. Groen zeker. Nou, die ging perfect. Zag je op mijn webcam hoe mijn ogen helemaal focusten? We kunnen nog even snel een test doen hoor. Een hersentestje. Ja, het gaat per 3%. Nou, beter dan vorige keer. Wauw, fantastisch. Je boekt vooruitgang. Je breincapaciteit is hoger dan normaal. Thanks. Gaan we nog het antwoord krijgen van... Wannabe Breinmaster. Eens kijken wat je hebt gescoord vandaag. Nou, die geheugen en focus ging goed. Mooi zo. Krijgen we nog... Dit geeft je gemiddelde breincapaciteit per dag aan. Oké, mooi zo. Weet je mijn vraag trouwens nog? Hoe lang je piemel is? Dokter Piemel? Ik weet nog, hebben insecten hersenen? Dat weten we. Het antwoord is ja. De hersenen van een insect zijn nauw verbonden met een oog- en voelspriet en worden ook aan andere knooppunten gekoppeld die de thoraxfuncties en bewegingen besturen. Je antwoord is goed. Je hebt elk woord gehoord wat ik zei. Nieuw spel geactiveerd. Schilder. Oké, we doen nog een keer een dagtest. We gaan naar de hersentest.
We doen nog even snel eentje nog, jongens. Kunnen we even doen. Wat was het nou? Welk afdruk wordt er gevormd? Oh, dear. Dat is een pittige. Holy shit. Dit wordt lastig. Oh. Ja. Langzaam, ik weet het. Ik ben niet zo goed met dat. Eerst die. Dan die. Langzaam, ik weet het. Ik ben niet zo goed in die dingen. Nee. Nee. Ja, als ik snel ga, dan lukt het niet. Gaat niet goed. Scherp. Ja. Scherp. Tangs. Die. Nee, oh, waarom niet? Oh, waarom niet? Oh, ik ben zo slecht met dit, hè? Ja, die laatste had ik nog! Goed, volgende rekenkunde. Oh, met wortels ben ik helemaal slecht. Ik hoop niet dat zo'n wortels... Hoeveel tijd is er verstreken? Oké, we gaan het proberen. Uren en minuten. We gaan kijken hoeveel tijd er tussen zit. Holy fuck. 9. Oh, 9 uur. Dat was hem. 6 uur. Even kijken hoor. Daar zitten alleen minuten. En dat zijn er 7. Dit zijn er 8. Ja? Nee? 8 niet? 8? Nee, tuurlijk niet. Ofwel, 8 gewoon toch? Ja. 4, 5, 5. Ja, volgende. Dat zijn namelijk 12 uur en 1 minuut. Of 0 minuten. Dat zijn er, even kijken hoor, 20, 2, 23. Wat langzaam, doe het zelf dan. 11. Dat zijn er, weet ik niet, ga ik niet aan denken. Het is 's avonds, dus even lekker in bed. Even lekker in bed. Nu is het tijd voor je geheugen, Vincent. Laat je hersens kraken, dat is goed, dokter Piemel. Wat was het tweede voorwerp? Onthoud de volgende volgorde van afbeeldingen en geef hem hulp van de Nintendo. Holy shit, echt waar? Dat? En dat? Wordt die? Nee, hoe kan die worden? Het spreekt voor zich. We zien het wel. We kijken. Die? Oké. Okay. Vier, drie plus. 1 gedeeld door min. 1 gedeeld door. We kijken. Min. Gedeeld door. En die. Gedeeld door. Een tekentje, een plusje en een hele. Een tekentje en een plusje en een hele. Ik noem het gewoon op voor mezelf. Een 4, 3 plusje. Een 4. Nee, het was een plusje. Kut. Plusje, ding, min. Plusje, min. Nee, wat doe ik nou? Min, ding, 1. Min. Oké, ik deed even verpesten voor mezelf. Maar we gaan nu de zicht. Open je ogen. Dokter Pima, op. Ja, ogen zijn geopend. Zicht. Kies het resultaat. Oké, weerspiegeling. Oké, dat is helemaal erg. Weerspiegeling van objecten. Wat wordt er weerspiegeld? Ik weet het niet. Ik ben hier zo krankjorum slecht in. Dat wil je niet weten. Ik ga dit allemaal mis hebben. Ik snap hier geen reet van. Ik snap hier geen reet van, jongens. Ja, dat snap ik. Sommige snap ik echt geen reet van. Ik weet dat het moet weerspiegelen. En soms is het niet zo... Soms moet ik niet zo lastig denken, dat weet ik. Echt slecht, spiegelbeelden. Fuck jullie! Focus, de laatste. Oké, dan gaan we. Zoek zo snel mogelijk de verschillen tussen de twee plaatjes. Dat is leuk, zoek de verschillen. Dat is echt voor mijn zicht, is dat gewoon redelijk.
Holy crap, die schoen. Wat? Hier? Dit ding. Wat zit hier? Dat is dat water. Wat zien we hier anders? Wat je denkt van, oh, dat hoort niet op die tekening. Dat zijn die boompjes. Wat zien we hier? We zien hier een soort van Charles beneden. We zien hier, wat zien we anders? Hij lacht. Die vrouw heeft een andere bril. Dat ding is anders. Ik zie hier van die wuppies. Pool. Wat heeft die vrouw anders? Heeft die tieten? Ja. Die man, die lamp hangt daar. Ik zie niet iets wat hier anders aan is. Ik zie het niet. Oh, die bal. Goedemorgen. Haasje. Krab. Wat doet die krab daar? Nou, dat ging redelijk. Wees wat opslaan, je mag het systeem niet uitschakelen. Yeah! En hoe groot is mijn breincapaciteit? 14! Mooi zo. Ik heb het niet heel slecht gedaan, maar ik merk dat mijn focus beter is dan de rest. En mijn rekenen is aardig. Oké, mensen, dit was alweer de aflevering 6 van dit spelletje van Even Lekker in Bed. En we gaan volgende keer bezig met een andere spel voor op de DS. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!